BNP Paribas Fortis stelt voor. Hier is de pijn en het verdriet meer naar de verstilling gegaan. Nu hou ik daar altijd. Ik hou altijd wel van die kwetsuur. Ik heb zoiets van, dat hebben we allemaal wel gemeen. Ik denk niet dat we vandaag de dag weer doorkomen zonder op de een of andere manier een zware of een lichtere kwetsuur op te lopen. Dus dat is iets wat we allemaal delen. Hè. Daar ben ik dan heel erg in geïnteresseerd. Dus ik focus me meer op die kwetsuren, denk ik. Ik vind dat wel mooi, die rafeling. En die is de ene keer al wat groter dan de andere keer. Maar die kleine afwijkingen, die kleine afrondingen, die hoekjes eraf, of die grotere scheuren eventueel in zo'n ziel. Ik vind dat een belangrijke bijdrage kan leveren tot de rest van het verhaal wat dat personage dan te vertellen heeft, of te verstoppen heeft. Maar die kwetsuur, dat is iets wat ik, dat is zo'n rugzakje dat ik nogal makkelijk met me meedraag. Ik kan dat in de loop van de jaren, kan ik dat ook makkelijker en makkelijker hanteren. De melancholie, zal ik maar zeggen, dat is zoiets dat me blijkbaar, niet dat ik dat in dankbaarheid heb aangenomen, maar dat is iets dat altijd wel over me heen heeft gelegen. Maar met de jaren ben ik daar beter mee leren omgaan. Zoiets als fietsen, dat verleert je ook niet, dus ik kan dat ook niet van mij afwerpen. Maar ik val niet meer zo gemakkelijk van mijn fiets, ik zal het zo zeggen. Ik kan ermee omgaan en ik kan het... Ik heb ook voor een serieus tegenwicht gezorgd in de loop der jaren tegen die melancholie, dus ik kan daar nu wel iets mee. Ik ken dat wel. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.